Onze eerste genomineerde is Brigitte. En zij maakt niet alleen opvallend werk, maar zij is ook een wonderlijke persoonlijkheid. Ja, ze is dit jaar afgestudeerd aan de Academie in Den Haag met wonderlijke, ogenschijnlijk wetenschappelijke installaties. Een soort gemuteerde schoolborden en een ladekast waar dan vreemde, hele precieze tekeningen in zaten. Een soort wetenschappelijke interesse suggereren. Ja, en die komt eigenlijk voort uit een soort van kinderlijke fascinatie. Haar vader was wetenschapper en als kind zag ze dan in zijn studeerkamer al dat materiaal liggen, tabellen, cijfers en dergelijke. En dat vond ze er zo belangrijk uitzien. En dat gevoel, die kinderlijke fascinatie eigenlijk, die heeft zich vertaald in een soort van liefde voor patafysica. Eden is vorig jaar afgestudeerd aan de Koninklijke Academie. Met een grote ruimte vol met aanvankelijk onbegrijpelijke installaties. Die gemaakt blijken te zijn van goedkope materialen uit haar jeugd. Zeep, margarine, gemalen tuinstoel. En zij haalt dus voorwerpen of materialen uit de wereld van alle dag. Denk aan matrassen, tapijten, stoelbekleding. En zo'n matras, dat heeft dus een soort van energie in zich. Of althans, dat is wat Eden daarin voelt en in wil vasthouden. Ze gebruikt eigenlijk die materialen die vies, vervallen, goor en in ontbinding zijn. En tegelijkertijd maakt ze daarmee werken die ook iets afstandelijks hebben. Ik bedoel, het stinkt niet of zo. Het krijgt bijna iets moois. Ik denk dat ze schoonheid ziet in verval. Maar op het moment dat zo'n schimmel zich manifesteert, dan heb je ook in één keer zoiets van, oh, even afstand houden. Dus die aantrekkende en afstotende werking, dat is wat mij heel erg boeit in haar werk. Onze derde genomineerde, dat is Sam Andrea. Dat is echt een schildersbeest. Volgens mij doet hij niets liever dan schilderen. Als ik het goed begrijp, organiseert hij ook boksfeesten en allerlei wilde situaties. Hij begeeft zich graag aan de zelfkant. Gaat soms onrustbarende dingen niet uit de weg. Maar alles toch om uiteindelijk dat ene schilderij te kunnen maken? Ja, dat denk ik wel. Ja. En hij is ook, hij vertelde dat hij in auto-ongelukken verzeild is geraakt. En die gebruikt hij dan weer in zijn schilderijen. Maar dus ze zijn in die zin autobiografisch, maar het gaat over meer dan over hem. Het gaat over de dierlijke kant van de mens met zijn oerdriften. Dus als je met hem spreekt, dan zie je allerlei ervaringen die hij zelf heeft meegemaakt terug in zijn werk. Maar tegelijkertijd vertelt hij een verhaal dat iedereen tot de verbeelding kan spreken. En het gaat echt over het mens zijn. De meest uiteenlopende emoties en driften, die laat hij gewoon open en bloot zien.